Jan van Alst, gecondoleerd. Ja, dankjewel. Hoe bereikte dit nieuws jou? Ja, we zaten vanmorgen ergens in overleg en dan via social media kreeg ik in één keer het bericht. En wat denk je dan? Ja, dat slaat in als een bom natuurlijk. Helemaal het onverwachte. En dan gaan meteen je gedachten uit naar de rol die Dick de afgelopen jaren heeft gespeeld voor FC Twente. En naar zijn familie natuurlijk, want ja, het is totaal, in ieder geval voor ons, totaal onverwacht. Hoe zou je die rol van Dick willen omschrijven? Want hij heeft formeel nooit een functie bekleed bij de club. Nee, maar op de achtergrond natuurlijk altijd wel een rol gespeeld. Hij was een groot supporter van de regio en daardoor ook van FC Twente. En dat bewaakte hij als een soort van vader, had ik wel eens het idee. En als je specifiek kijkt naar de club, dan met name als de club in de problemen kwam, dan stond hij op als een echte vader ook. En hielp hij ook. Hij wordt ook wel de geldschieter van FC Twente genoemd, of doen we hem daarmee tekort? Ja, dat doen we hem zeker mee tekort. Want hij had ook echt gevoel bij de voortgang van de club. En natuurlijk heeft hij ook wel ondersteund op financieel gebied, maar hij niet alleen. Hij was echt een echte aanvoerder. Hij wilde het Twentse bedrijfsleven dan mobiliseren. Om mee te doen en mee te helpen. Want ja, Twente is een club voor iedereen. En daar speelde hij echt de voortrekkersrol in. Toen jij vorig jaar terugkeerde bij FC Twente, ben je nog bij hem langs geweest. Hè? Voordat je dat besluit nam van ik keer terug. Wat is er toen besproken? Wat bespreek je dan met elkaar? Ja, als je daar aan terugdenkt. Aan de keukentafel, hè, waar die heel vaak zat. En toen kwamen we aan het praten over de club. Over hoeveel problemen de club had. En als we het niet wat deden met elkaar, dat het dan zomaar ten einde zou kunnen zijn. En was het contact met de club ook een beetje verloren. En in eerste instantie zei hij van ik doe niks. Maar bij het tweede sigaretje begon hij al te vragen. En toen merkte hij al van hij voelt zich zo verantwoordelijk en betrokken. En sindsdien hebben we heel intensief samengewerkt. Heeft Dick ervoor gezorgd dat jij weer terug bent bij FC Twente? Nou ja, dat gaat te ver. Maar je weet misschien wat vaderlijke raad gegeven? Hij heeft me wel voor allerlei dingen. En dat deed hij tot eigenlijk vorige maand nog. Mm-hmm. Met allerlei zaken. Dat hij ook een soort coach was. Van waar je rekening mee moest houden. En rustig blijven. En doorgaan. En Jan, denk hieraan en daaraan. En niet ik alleen, maar eigenlijk voor de hele club. Met Erik Velderman zijn we de laatste maanden daar met enige regelmaat geweest. Dus wat dat betreft speelde hij wel een rol. Ja. Wanneer is hij voor het laatst in het stadion geweest? Ja, volgens mij thuis tegen FC Utrecht. Ja. Toen heb ik hem de hand geschud. En hoe was hij er toen aan toe? Ja goed, hij was blij dat we hadden gewonnen. Ja. Het werd laat. Ja, dus het versterven van Dick Wessels komt totaal onverwacht. Ja, voor ons wel. Ja zeker. Komen de vrijdag tegen AZ met rouwbanden. Wat gaan we nog meer doen als club? Nou, de volgende thuiswedstrijd tegen Ajax. Dan gaan we stilstaan bij het verlies van Dick Wessels. Ja. En vak P heeft ook al iets aangekondigd. Dus we zullen het zeker gaan merken. Ja, uiteraard. En dat verdient hij ook natuurlijk. Op de site van de club schrijf je van we zouden volgende week weer met elkaar om tafel gaan zitten. Wat wilde je bespreken? Ja, dat doet niet de zaken. Maar het feit dat dat nooit meer gaat gebeuren, dat hakt er flink in natuurlijk bij ons.